Ik denk dat bedrijven bezig zijn met innovatie, met innovatieve toepassingen van hout. Hout is in. Er is een vraag naar meer en meer gebruik van hout. Maar hout kan niet zomaar in elke toepassing worden toegepast. Er zijn soms technische aanpassingen nodig. Men moet hout soms gaan behandelen of nieuwe verbindingsvormen vinden om hout in bepaalde structurele toepassingen te gaan toepassen. Waardoor bedrijven daar nu sterk op focussen van hoe kunnen we het hout als grondstof nog meer voor meer producten en voor meer innovatieve toepassingen gaan gebruiken. De klimaatuitdaging is een grote uitdaging, maar we zien daar heel grote voordelen en heel grote opportuniteiten voor het gebruik van hout. Hout is een natuurlijk product, natuurlijk hernieuwbaar. De boom stockeert CO2, neemt het op via de fotosynthese en die CO2 wordt als koolstof opgeslagen in het hout. We gaan ook zoveel mogelijk het hout volledig gaan toepassen. De goede, hij hangt af van boomsoort tot boomsoort natuurlijk, van wat kan men waarvoor gaan gebruiken. Maar men kan eigenlijk stellen dat zo goed als niks van een boom die wordt geoogst verloren gaat in de sector. Want voor elk stukje is wel een toepassing. Zoals vele sectoren staat ook de houtverwerkende industrie voor de uitdaging om zich aan te passen aan nieuwe tendensen en klantenverwachtingen. Houtleverancier Carpentier uit Meulebeke onderging de voorbije jaren een ware transformatie. Wij zijn vooral actief in België, Nederland en de UK. We zijn geëvolueerd van het jaar 2008 van een traditionele houthandel naar een bedrijf die afgewerkte producten levert op basis van duurzaam hout. Bij de ontwikkeling van deze producten focussen wij op design en esthetiek en daarnaast op plaatsingsgemak voor de professionele plaatser. Daarnaast hebben wij de digitale terrein niet gemist, hebben wij een app ontwikkeld die de professionele plaatser in staat stelt onze producten te visualiseren op basis van augmented reality en een prijs te berekenen. Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in de houtverwerkende industrie. Hier wordt zowel in de producten als in alle productieprocessen rekening gehouden met de ecologische voetafdruk. Carpentier is dus een familiebedrijf dat de ecologische visie al jarenlang hoog in het vaandel draagt. Zo kiezen wij bewust voor ecologische en duurzame houtsoorten. Wij waren bovendien een van de eerste bedrijven op de Belgische markt met het FSC en PEFC-certificaat. In juni 2019 hebben wij bovendien het charter Duurzaam Ondernemen in Kortrijk ondertekend. En die ecologische visie trekken wij door in vele bedrijfsbeslissingen. Wij hebben beslist enkel nog met elektrische heftrucks te rijden. En wij hebben alle petflessen en plastieke drinkbekers uit het bedrijf gebannen. Bij de innovaties wordt ook gedacht aan het werkcomfort voor de vakman. Het resultaat is een uniek bevestigingssysteem voor terras- en gevelbekleding, waarbij clips op een aluminium onderconstructie worden gemonteerd en er geen zichtbare schroeven of spijkers zijn. Als designingenieur bij de firma Carpentier sta ik in voor de ontwikkeling en het design van de verschillende producten waarbij we hout, aluminium en inox blenden. De bedoeling is dat we daar zoveel mogelijk de quicklip in verwerken, omdat de quicklip een toegankelijk product is voor zowel installateur als eenklant, waarbij de flexibiliteit centraal staat. Het product kan achteraf bijgestuurd worden naar gelang de eisen van de klant. Het moderne machinepark laat toe om alle bewerkingen in eigen atelier uit te voeren en kant-en-klare constructies in standaard uitvoering en op maat te maken. Om de houten bijgebouwen te visualiseren, ontwikkelde Carpentier nu een tablet-applicatie. Bij ons als tuinarchitect ook belangrijk dat wij een ontwerp maken van de houtconstructie. En met de app van Carpentier kunnen wij een perfect visueel beeld geven over de houtconstructie of de carport of dergelijke. Ook is het belangrijk voor het materiaalkeuze. Materiaalkeuze kunnen wij perfect met de app gaan regelen of gaan bijschaven. En ten derde is het leuk met de app dat we ook een aangepaste offerte gaan maken tegenover de klant.